Oh mijn god, ik ga niet naar de DTG. Straks breekt die knoop maar heel hard mijn nek. Another one. Hey, zit is het weer zo'n video over Doe Maar Gamen? Ga je weer mensen uitschelden en belachelijk maken? Ik denk dat deze video anders gaat zijn dan alle video's die jullie al gezien hebben in de afgelopen weken. Over hoe het zit met die ruzie tussen mij, met de squad en Doe Maar Gamen. Job dus. Kijk, mijn verhaal gaat volledig anders zijn. Want op de een of andere manier heb ik zelf eens gevoeld hoe het is. Toen de ruzie er was met de squad, tegen de squad, ben ik zelf ook echt kapot gegaan op één avond door een soort van expose video. Ik weet hoe het voelt. Mijn verhaal gaat echt vanuit mijn hart komen, hard zijn, maar wel echt gewoon oprecht. Dames en heren, ik denk dat jullie allemaal de video van Ties wel al hebben gezien, waarin we gewoon met concrete bewijzen komen over wat Doe Maar Gamen heeft gedaan. Die video was fucking erg, maar was wel echt gewoon het moest. Dan kan je zeggen, hey Sid, vond je dan dat die video die Ties heeft gemaakt over jou ook moest? Ja, dat moest gewoon. Dat was op dat moment, moest dat. Anders was het een heel vraagteken voor jullie. Dat moest. Op de een of andere manier ben ik niet echt een persoon die video's gaat maken over dingen die ik haat op YouTube vlak. Ik heb nooit een video gemaakt over waarom ik die pranks, die fake shit zo kut vind. Ik denk daaraan. Ik tweet daarover op Twitter, maar ik ga dat nooit op mijn channel uploaden. Ik vind heel veel dingen kut op YouTube, maar zolang mensen gewoon video's blijven maken, ook al is het fake, ook al is het echt, als de kijkers ermee kunnen lachen, is het leuk. Probleem bij Doe Maar Gamen legt mij dan ook niet volledig de 100% bij de fake pranks. Het ligt grotendeels bij het dreigen met strikes naar andere YouTubers. Als je als YouTuber zelf gaat dreigen met strikes naar andere YouTubers, dan ben je gewoon... Nee, dan... Dat kan niet. Dat is hetzelfde als voetballer een gebroken been toewensen en hopen dat je een jaar niet kan voetballen. Dat is gewoon je eigen collega's de dood toewensen. Dat doe je niet. Een YouTube-kanaal is het hart van een YouTuber. En als je als creator zelf andere YouTubers weg wil vegen alsof het een Pokémon battle is. Nee, dat kan niet. Dat doe je gewoon niet. Hoe hard je ook iemand haat, je gaat nooit proberen zijn YouTube-channel weg te krijgen. Doe Maar Gamen zak nu in subs. En dan kan je zeggen, de bedoeling van de expose video is dan te hoog om ze te laten zakken in subs. In de expose video is nooit gezegd unsubscribe op Job. Dat is gewoon de mening van de kijkers die ik volledig respecteer. Ik vind als je als YouTuber andere YouTubers gaat bedreigen met strikes, nee, dat doe je gewoon niet. Hoe kwaad je ook bent, dat is gewoon volledig over de lijn. Ook was ik een personage, ook was ik gewoon een ding in de haatruzie. Ik heb dingen getweet naar Job, gewoon puur omdat ik bescherm vrienden. Als Job mijn vrienden gaat aanvallen, dan verdedig ik hen. Want zo zit vriendschap gewoon. Dus ik ben dingen beginnen tweeten aan Job en ben hem beginnen stacken, om het zo te zeggen. En heb gewoon dikke rips gegeven aan hem op Twitter. Vervolgens zag ik, omdat we de Skype hebben gehackt en zo, een bericht die hij had gestuurd en dat ging als volgt. Als Acid mij nog één keer irriteert, oh boy, dan ga ik zijn kankernek breken in de VIP-room van de DTG. Als ik zo dingen lees, dan ga ik nooit zeggen, oh my god, ik ga niet naar de DTG. Straks breekt die knoop maar heel hard mijn nek. Oh shit. Nee, zo ben ik niet. Als ik wist al hoe zielig hij was. Dus als ik dat zo dingen hoor, dan weet ik ook gewoon. Achter zijn computer, voor zijn vriendjes, is hij helemaal die stoere guy met heel haar. In het echt is hij waarschijnlijk gewoon zo'n kleine man die je met één vinger de grond in kan duwen. En dat is zo. Dat is de realiteit. De meeste mensen die achter hun computer zitten, voelen hem helemaal de stoere guy. En in het echt zijn ze dan gewoon een kakje. Jullie mogen weten dat ik Job als persoon een geweldige jongen vond toen hij nog Minecraft uploaden. Op zijn channel, de Minecraft Survival Island. Ik weet niet hoe lang die serie is doorgegaan, maar ik denk dat hij al boven de 1000 zat. Dat was geweldig. Ik had superveel respect voor hem. Ryan had superveel respect voor hem. Een jongen die zo lang elke dag een Minecraft Survival kan uploaden van een half uur en een half uur echt kan vullen met praten. Dat is sick. Ik zou het niet kunnen. Hij heeft het gedaan. Hij heeft bewezen dat hij echt een YouTuber is. Maar Job is een beetje naar de dark side gegaan toen hij verliefd werd op views waarschijnlijk. En ja... Toen begon de scenario van, oké, ik ga nu doen met mijn channel wat er hype is in YouTube. En vanaf dat verandert, ga ik veranderen. Zo begon het bij challenges. Heeft de hele channel omgebouwd naar een challenge channel. Iets later heeft de hele channel omgebouwd naar een
prank. Naar een sketch channel. En zo ging dat heel de tijd voort. En eigenlijk ging Doe Maar Gamen gewoon zo. Want het Doe Maar Gamen. De gamen kan je wegnemen. Dat was er niet meer. Het was gewoon Doe Maar pranks. Doe Maar sketches. Doe Maar challenges. En dat vind ik jammer. Want Job was gewoon een hele toffe dude. Ik heb vorig jaar op de Dutch YouTube Gathering ook gewoon een foto genomen met hem. Omdat, I don't know. Hij is ook gewoon een van de YouTube grondleggers. En ik vind het dan zo jammer dat zo'n mensen zo... Iemand die al zo lang YouTube doet. Hij weet zelf toch ook hoe erg het is om... Hoe de angst is van een YouTuber om een strike te krijgen. En dat is gewoon de angst die altijd in je hart zit. Dat is hetgene waarvoor je altijd bang bent. Dan wens je dat toch nooit iemand anders toe. Ik kan dat niet plaatsen. Ik heb ruzie gehad met heel de squad. Ik heb er nooit aan gedacht om video's van hen te strijken. Nooit. Zij hebben dat ook nooit gedacht bij mij. Dat wil je niet als YouTuber. Je kan iemand zwart maken. Je kan iemand exposen. Je kan dat allemaal doen. Maar strijken? Nee, dat wens je niemand toe. Dat is het ergste wat iemand kan toewensen. En daarom zou ik even willen zeggen, kijk, ik maak normaal nooit zo video's. Ik probeer me altijd op YouTube vlak neutraal te houden. Op Twitter ben ik altijd zo de guy die ruzie zoekt. Wat me niet verkeerd op. Ik vind het, ik snap de pijn van hoe het is om je channel te zien droppen in subs. Maar aan de een of andere manier vind ik het ook wel terecht. Want wat hij heeft gedaan, dat is veel erger dan gewoon een foutje maken. In zijn video biedt hij dan zijn excuses aan. Oké. Maar luister dit. Luister naar wat ik ga zeggen. Als ik dit glas neem en ik laat het vallen op de grond en het breekt. En ik zeg sorry. Dan gaat het toch niet terug samenkomen in een glas. Als het gebroken is, is het kapot. Je kan het terug samenlijmen, maar dan is het nooit meer het originele glas. Vertrouwen is weg. Het is... Snap je? En met sorry ga je het glas niet terug in elkaar zetten. Ik bedoel... Dan zag ik ook typische berichten van mensen. Hey, Job heeft sorry gezegd. Nu is alles weer goed. Huh? Besef, als Ties die video niet had gemaakt, had Job nooit de video gemaakt waarin hij sorry had gezegd. Als wij niet hadden van het daglicht gebracht dat Job een beetje de Darth Vader van vandaag is, dan had hij nooit sorry gezegd. Dan had hij nooit toegegeven dat hij fout was en ging hij gewoon verder doen wat hij aan het doen was. En ging hij waarschijnlijk mijn kankernek breken in de VIP-room van de Dutch YouTube Gathering. Wow, amazing. Snappen jullie tot welk punt ik wil komen? Ik heb het zo goed mogelijk proberen uit te leggen aan jullie. En ik heb het zo simpel mogelijk proberen te houden. En ik denk dat ik het wel op een leuke manier heb gedaan, want denk ik wel dat het wel mooi is overgekomen naar jullie en dat jullie het nu al snappen. Dus dames en heren, ik hoop dat jullie het snappen. Ik hoop dat jullie mijn standpunt volledig begrijpen. Want ja, het is gewoon zo. Ik kwam op voor mijn vrienden. Ik heb dat gedaan. Ik ben opgekomen voor Ryan. Ik ben opgekomen voor Ties. Ik ben opgekomen voor de meeste mensen waar ik goed mee overeenkom. Waar Job iets mee probeert te doen. Dus dames en heren, hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, nee, ik ga mijn haar niet geel kleuren. Adieu.